Yo, kijkers van IMT, met een nieuwe aflevering van ons welbekende Rollercoaster Tycoon World. Het meest gevaarlijkste spel ever in de serie van Rollercoaster. En we gaan vandaag verder met de story mode, namelijk Dwazenstraat. Luister, dit is een uitdagende mogelijkheid voor je. Het gebeurt niet elke dag dat een magnaat de kans krijgt om een pretpark te bouwen. Al het plezier van een grote stad bezoeken, plus een park vol attracties. Let's go. Ik weet niet wat het is, maar in één keer begint mijn PC keihard te blazen. Door dit spel. Gewoon echt instant. Echt, dit scherm valt al 5 minuten gewoon zo. Echt, je hoort geen enkel klein beetje geluid. En waarom dropt mijn frames ook in één keer? Dit is natuurlijk een heel groot probleem in dit spel. Kwaliteit laag. Kijk, nou die frames naar 60. Ja, dat is als boven de 60. Oké, ik heb mijn frames. Ik zet mijn graphics lager. En het schijnt wel vraag mijn PC. De game maker veel meer rekenkracht van mijn grafische kaart. Oké, dit is weird. Oké, dus de doelen. Vlak attracties, bouw er 6. Oké, het park is tenminste een mooi vlak. Dat scheelt ook wel weer wat. Wow, vet lelijk man. Wow. Doet er even niet toe. Attracties. We beginnen met gewoon een hele simpele attractie, wat lekker hard begint te laggen. Ik wil graag andersom hebben. De uitgang. Oh, dat mag dus weer niet. Wat flauw. Paden. Ik vind het zeer, je hebt zojuist je eerste attractie gemaakt. Wauw, je meent het. Het heeft wordt uitgekomen. Als ik al mijn tokens had uitgegeven voor de vorige opdracht deed, had ik mezelf gesoftlocked. Had ik helemaal overnieuw moeten beginnen. Ja, dat horen jullie goed. Softlock in deze game, dat kan. Normaal kun je rollercoaster gewoon niet softlocken. Behalve in deze. Ik vind het op zich ook heel erg knap hoe dat kan. Maar het kan. Dus Grave ziet er echt nu niet zo heel mooi meer uit. Wow, die LED's, jongen. Optimalisatie, jongen. Oké. Wachtrij. Hoppa. Pakken we even zo. Ik kan weer heel mooi deze kant op. Die kan ik toch niks meer neerdumpen. Waarom moet jij zo? Dat zal ik wel. Het is sowieso weer iets kapot is in deze game. Ik weet het wel zeker, dat het kapot is. Kijk, het draaimolentje. Hoeveel zit ik al? 50%. Eens even kijken. Pala. Padentje. Een wagenrijtje maken. Dat zou net als open moeten. Nou, als ik nou mijn tijd start, wat gaat er dan gebeuren? Okay, het park is gewoon open, als het goed is. Dus ik deze ook open. Met die. En die. Dan kan deze ook meteen mooi open. Open, open. Dus ik heb een paar mensen komen. Ja, die komen er heel langs van. Wow, die frame drops in één keer. Holy shit. Dat is ook echt een probleem in deze game, die frame drops. Ik kan deze game letterlijk op het allerzwaarste spelen met mijn PC. Maar op de een of andere vage manier, zodra ik in certain areas kom, dan kom ik gewoon in één keer vol die frame drops terecht. Wat de? Oh, oké. Okay. Nou, wat heb ik nou in één keer complete? Ja, die kans klopt wel. 66% is ja. Hoppa. Another one. Done. Die reuze dat is huge. Maybe a little bit too big. Hij valt wel lekker op.
Bam. Bam, bam, bam. Bam. Oké, wachtrijtje. Die wil ik eigenlijk niet al te breed maken. Gewoon zo snel mogelijk daar naartoe. En een voetpad ook gewoon zo snel mogelijk. Of heeft de game zich dan zelf gesoftlocked? Grandioos, de game heeft zichzelf gesoftlocked. Wauw. Echt wauw, 10 out of 10. Oké, ik moet nog één attractie. Dan deze bouw. Ook echt letterlijk klein. Dan heb ik weer iets gecomplete. Voor de game zich zo meteen weer een keer zelf wat softlokken. Wat ik vrij knap weer vind. Beroemdheidsniveau, wat? Wat actually heck wat daarmee bedoeld? Beroemdheidsniveau. Souvenirwinkeltje. Ik wil hier graag een paar zonnebrillen. Die mensen zijn gewoon aan het leggen. Zodat ik dichterbij kom, hè? Wat? Oké, okay. Dat was heel random. Dus schijnbaar als je te ver weg bent, beginnen de mensen te laggen. Dat is echt best wel random. En dit dan snappen. Wow, missie gehaald. We gaan gewoon even door. Ik wil hier alles gewoon halen, want dat moet wel te doen zijn. Of niet? Oké, okay, beroemdheidsniveau. Waar kan ik dat zien? Een muziekje dan. Deze attractie ziet er goed uit. Op een beroemdheidsniveau. Alleen, waar moet dat ding passen? Moet ik eerst die bomen ervoor weghalen. Nou, sorry boompjes. Jullie moeten even lekker wijken. Van mijn plannetjes. Go away. Of past dat nog steeds net niet? Nee dus. God dang it. Ook gewoon onvoldoende saldo. Weet je wat? Ik heb de missie gehaald. We gaan terug met het hoofdmenu. Pakketten laden. Oké, daar gaan we weer. Verhaalmodus. Crash cursus. Rollercoaster Tycoon 1 dingetjes en 2. Aan allemaal mensen vermoorden. I like it. Dit is echt iets wat iedereen gewoon vroeger gedaan heeft, je rollercoaster. Je park wordt gebouwd, momentje. Nou, dit momentje duurt wel heel erg lang. Wij gaan in deze park ook achievements halen, in dit park. Ik weet het trouwens niet 100% zeker, maar ik heb zo'n idee. Crash cursus. Ah, 8 banen. Nu jij. Achtbaan? Alleen dat woord al zorgt voor spanning. Het is een spannende dag voor je. Ik kan niet wachten om je ontwerp te zien. Hup, doe het. Je, streepje. Jik, jek. Wat moet er staan dan? Oké, okay, complete the tutorial. Wat is nou precies de bedoeling? Laat me zien. Wat moet ik doen? Oh, daar zat ik al in. Moesleutel. Het spel is gepauzeerd.
dat de achtbaan een volledige rit heeft gemaakt. Het ziet er echt zo lelijk uit, jongen. Ik dacht dat mensen grapjes maken over lelijke graphics voor Rollercoaster Tycoon games, maar je ziet het detail bijna niet eens. Ik vind dat die bal gewoon de ondergrond te dik is. Ik dacht echt dat was gewoon een big ass joke. Maar nee dus. Oh, nog autosaving. Wauw. Nou, mission accomplished. Waar ik maar nu is het bereikt. Oké. Wat staat er? De intensiteit. Klik daarop. Waarom moet ik drukken dan? Test. Oké. Oh, zo. En dan hier zo en dan. Hé, wat is gekeken achter? Toch, wat moet ik op drukken dan? Maar ik moest op test drukken. Er is gewoon een heel stukje uitleg. Dus de tutorials is klik zelf maar rond. Klik op de groene achtbaan knooppunten om de achtbaanpad aan te passen. Gewoon de hele bocht eruit halen. Er is gewoon helemaal niks meer aan de hand. Ik ben helemaal te snuiten beunen. Is er een Ctrl Z? Nee. Kan ik je ook draaien? Nee, zo, dus omhoog en omlaag. Draaien. Draaien. Hallo? Hoe kan ik draaien? Nee, dat is mijn eigen scherm draaien. Oh hier, moet ik dus op 2 of 3? 2. En dan is het zoiets en dan zoiets. En dan zoiets. En vanaf hier weer recht. Langzaamaan. Dit zou het moeten zijn, denk ik. Test. Ah. Woehoe. Ik maak wel winst. Ik weet niet hoe, maar selecteer een knooppunt en druk op 1. En met de shift plus muiswieltje knooppunt naar 50 meter verhogen. Om een heuvel te maken. Nou ja, dat kunnen we doen. 1 en dan. Oké, test de achtbaan en doe de aanpassingen tot de spanningsbeoordeling niet hoger is dan 4. Test dan maar weer.
Oh, met de tab gaat dus dit ding aanpassen. Very interesting. Geslaagd. Oh, oh. Parkbeoordeling zegt ziek laag ondertussen. We zijn er bijna. Door een omkering toe te voegen aan je achtbaan wordt hij nog spannender. Teer knooppunt en druk op 2. Oké, doen we 2. Baan tot 180 graden. Maar waar gaan we dat doen? Ook hier doen. Oké, dan wordt het heel mooi daar. En dan vanaf hier gewoon testing naar hier. Hoe kan ik het nu al weten? Oh, moet ik dus al een achtbaantje bouwen. Oké, nou wordt het leuk. Selecteer achtbaan in het menu en selecteer vervolgens het achtbaantype dat je wilt maken. Selecteer dan achtbaanbouwer. Dus, we gaan dus spannend uit. Nee, achtbaan. En dan wil ik graag een... Wat is dit? Dan wil ik graag een... Hyperachtbaan. Die gaan we hier achter bouwen. Hey, 2 achievements. Woehoe. Leuk. Achievement hunt. Even kijken, met kettinglift natuurlijk. Kan dit serieus met kettinglift in deze game? Ja, dus. Dat vind ik best wel vrij interesting. Oké, okay, nieuwe baandeel. Dan gaat deze op zich best wel heel erg hard. Of deze gaat daar keihard boom doen, kan trouwens ook nog. En laten we nu even automatisch verdooien. Het spel is gepauzeerd. Wat vet, rare achtbaan, jongen. Let op, nu moet ik hem eens even testen. Waar is de hoogte van een knooppunt? Zucht. Moest ook gedaan worden. Dat moest gedaan worden. Dit. En dit. Hoppa. Goed werk. Die oude achtbaan is nu klaar. Dat heb ik ook al gedaan. Selecteer je liftheuvel op de baan te klikken. Dat heb ik toch al gedaan. Nee, hier klik ik volgens op kettinglift. Maar waarom wil ik dat willen? Waar gaat het überhaupt halen? Dat wil ik even heel graag weten. Oké, dan gaan we weer. Ook op eerst hiervoor getest hebben. Dat ik pas echt iets kan doen. Kleuren. Ik
Deze achtbaan gaat sowieso crashen. Ik ben 100% zeker. Ja, dat dacht ik al wel. Een remsysteem. Komt hier maar eens op te staan. Kijk hoe dat ding eruit ziet. Gewoon vol door die bomen heen. Ik zie niet, ga ik deze achtbaan willen zitten, als ik eerlijk mag zijn. We hebben twee treintjes. Hij gaat dus wel lekker snel omhoog. Gezakt, waarvoor? Een remsysteem heeft het wagentje niet kunnen stoppen. Oké, dan doen we nog meer. Een heel lang remsysteem. Hier het remsysteem en hier het frictiesysteem. Dan zou het toch goed moeten gaan. Zou je toch denken? Maar remt hij nou ook echt? Ja of de nee? Ook fijn dat ik dit niet eens ga sluiten. Remkracht 1. Test. Moet je nagaan hoe slecht spel dit is. En dat dit gewoon met draait al 45 frames. Dit. Zoals ik had het nog beter kunnen bouwen. Haal het. Haal het. Of gewoon net niet. Kan natuurlijk ook. Nou, nog een poging dan maar. Dit park is erg donker. Loop je zo te zeiken. Dat ik een achtbaan aan het bouwen ben. Het is goed, ik moet die nou wel kunnen stoppen. Ja, gaat die nou goed? Opschiet met die ketting. Dat ook echt ziek fijn, hè? En die queen hield het op te loeien. Geslaagd. Open in die hap. Ik moet nog een achtbaan bouwen. Nou, dan een houten achtbaan bouwen. Laten we die dan hier gaan bouwen. Hier terrein toe. Kijk. Is aan, jongen. Dit is nou het grond voor je voeten laten wegzakken. Oké, dit was echt heel jammer, die opmerking. I know. Kom op, jongens. Ik weet, ik maak vaker slechte opmerkingen. Negentig. Even kijken, dan hebben we hier een kettinglipje op. En dan gaan we een stukje naar deze kant. En dan ga je maar heel langzaam een einde eraan bouwen. En dat was een knal van vuurwerk.
Bijna klaar om op te stijgen. I don't even care trouwens. Maar waarom al vliegende bomen? Delete. Kan niet automatisch voltooien, maar waarom dan niet? Zeg dan eens waarom. Ik kan het goed even alles wissen. Remove, remove, remove. Nou, gewoon met die oude build tool. Zo. Zo, naar beneden. Oké, dat werkt dus met wel. Ik kan wel shift inhouden en hier naar beneden drukken. Dus ik zit ook al een halve tijd bezig ben. Maar ik wil deze even afbouwen en dan stop ik deze aflevering. Baanhelling is te kort. Mag die hoek niet maken. Echt, dus rot op. Vanaf hier gaan we gewoon echt een remsysteem toevoegen. Nee, een frictiesysteem. Oh, er ligt een stukje grond in de weg. Ik ga niet meer in dat er ene inimini... Een zielig klein stukje grond het is. Waarschijnlijk dus wel, hè. Ik kan dit hoezo dus helemaal gaan verwijderen eerst. Dat de game heel raar gaat doen. Even een kleine houten achtbaan hier bouwen dan maar. Kan niet automatisch voltooien. Ja, en dat boeit me echt geen ene donder. Die mislukt is. Zo, dan. Dit stuk bevat ik een hellingslift. Zoals dit stuk. En dit stuk bevat een remsysteem. En dat is gewoon testen. Fuck die shit. Just testing. Meest zieligste achtbaan ever. Maar het kan me echt geen hol misboeien. Nou, hopen dat het tenminste goed remt. Kijk. Hij remt tenminste perfect. Dus ik denk dat ik deze opdracht gehaald heb. Ja, dat zou moeten lukken. Deze baan. Het is een hele rocket science baan. Maar we hebben wel een achievement, wel een challenge. What the fuck? Oh, nou heb ik een pas. Maar in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.